Goed. Hey, we gaan nu richting de 100 mensen. Wij gaan zo van start. Voor iedereen die nu al binnen is, welkom. En heel erg leuk dat je weer kijkt naar ons wekelijke webinar. We gaan gewoon lekker beginnen. Voor de mensen die straks komen joinen, die kunnen gewoon weer lekker meedoen. Allereerst wil ik een kleine mededeling. We hebben altijd onderin een Q&A en een chatbutton zitten. De chatbutton werd er nu al heel erg gebruikt om even hoi te zeggen. Of als je even iets wilt mededelen, dat kan ook altijd. Maar heb je een vraag, kan je die stellen in de Q&A. Het makkelijkste is om dat te doen in de Q&A onderin. En dan worden die vragen ook live beantwoord. Dus heb je tijdens de presentatie een vraag over iets aan de panelleden, kun je die altijd in de Q&A stellen. We gaan hem van start doen. Nou, welkom. Heel erg leuk dat jullie er zijn. De 11e keer onze webinar. En dit keer een beetje een ander webinar dan normaal ook. Want Dre, wij mogen iets meer lay down, sit back en relax doen vandaag. Want, ik denk dat... Ja? Ja, zeker weten, zeker weten. Nou, dus we hebben volgens mij panelleden die een mooie presentatie neer hebben gezet. Leuke gasten. We hebben hele gasten. Ja. Vandaag hebben we Herman Rutgers, ambassadeur van Europe Active, die komt spreken. En we hebben Robin Bruinsma, die van Ipelof en Buitengym is. En die komen eigenlijk jullie gewoon een hele mooie presentatie geven over wat hun doen en wat hun visie is in deze crisistijd. Keertje een andere leuke invalshoek dan normaal. We gaan gelijk even straight naar de agenda toe. Yes, wat gaan we dan precies allemaal bespreken? Nou, zoals altijd hebben we even een korte nieuwsupdate aangaande het coronavirus. Wat zijn de huidige cijfers en hoe staat het er nu voor? Dre gaat jullie vandaag een update geven over het OMT en het nieuwe protocol met betrekking tot NL Actief. Nou, dan gaan we straight richting Herman. Die gaat een internationale update geven over de impact en de toekomst van de sport- en fitnessbranche vanuit Europe Active. En dan hebben we de hele praktische kant. En ik denk dat het echt super goed aansluit op wat er nu natuurlijk allemaal speelt. Omdat je natuurlijk constant outdoor dingen moet doen. Buitensporters samen in Ipeloft met Robin Bruinsma. En eventueel als we nog tijd over hebben, kunnen we nog even naar het tweede steunpakket gaan. Maar volgens mij hebben we op onze gasten heel erg veel te vertellen. Goed, Dre. Ik denk dat we even naar een korte update gaan. Ja. Ik las vanochtend dat er nu op dit moment 223 IC-bedden bezet zijn op dit moment. Dat is eigenlijk vrijwel onveranderd met gisteren. Je merkt eigenlijk dat een klein beetje vlak begint te worden. Wat ook zeer normaal is, wat het kabinet aangeeft. Ik hoorde wel gisteren weer op de radio dat er wat brandhaarden zijn in de slachthuizen. Je merkt dat mensen die in slachthuizen werken vrij snel besmet worden. Dus dat ze daar nu ook weer onderzoek gaan doen van kan dat toch misschien wel op van dier op mensen overgaan? Of waarom zijn dat dan zulke brandharen? Natuurlijk hebben we de afgelopen persconferentie te horen gekregen dat de terrassen en de horeca nu zeker weten eigenlijk voor zover deel open mogen. En wij zitten natuurlijk heel erg te wachten op wanneer mag die sportschool dan open? Dre, heb jij daar al iets meer informatie over? Ja, dat is een hele lastige vraag, Mitch. Dat is een hele lastige vraag. Nou, toevallig, zoals jullie wellicht wel weten, hebben wij elke week een update meeting samen met de NL Actief en de partners van NL Actief. HDD Groep, Technogym, Matrix, maar ook Club Joy. En daarom bespreken we eigenlijk een update over de status van nu en wat een beetje de verwachtingen zijn. Nou hebben we wel in de wandelgangen vernomen dat we in ieder geval eerder open gaan. Alleen wanneer, dat is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten we echt vandaag afwachten. Vorige week heeft in principe NL Actief een aangescherpt protocol ingeleverd bij het OMT. Enkele weken geleden is natuurlijk aangegeven dat wij op 1 september pas open mogen. Daar is het meteen eigenlijk op ingespeeld. NL Actief heeft dat goed opgepakt. Het heeft een aangescherpt protocol aan de hand van het gesprek met VWS aangepast en ingeleverd. Dus nu is het eigenlijk aan het OMT om een reactie te geven op het protocol. En dat zal eigenlijk vandaag, verwachten we, vandaag plaatsvinden. Dus wij hebben hoge verwachtingen in ieder geval. Ja, zowel positief of negatief. NL Actief gaf al aan, ze verwachten dat het wel een positief protocol is. Of een positieve reactie is. Alleen, precies wat de verwachtingen zijn, weten we niet. Wanneer het toch negatief is, zullen er ook vanuit NL Actief andere maatregelen getroffen gaan worden. Dus dat is eigenlijk wel belangrijk om te weten. Nou, om het aangescherpt protocol iets meer toe te lichten.
wellicht hebben jullie het al gezien afgelopen week, wat er is aangepast, maar er zijn harde keuzes gemaakt. Dat was een hele lastige keuze van Electief, zoals ik het begreep. Er zijn harde keuzes gemaakt in de verschillende soorten trainingsmethodes. Denk PT's, dat zal wellicht wel kunnen. Waarbij groepslessen of verschillende soorten groepslessen misschien nog een vraag zal zijn. Ook op lange termijn. Maar daarnaast ook de verschillende trainingsintensiteit. Denk bijvoorbeeld, dat hadden we vorige keer al besproken. In Duitsland hebben ze eigenlijk alles boven de 75% van je maximale hartslag naar buiten gestuurd. Dus dit verwachten we ook, dat dit vanuit het OMT wordt teruggekoppeld. En dat dit ook iets is wat bij de heropening binnen nog niet op korte termijn zou mogen. Daarin verwachten we ook echt een soort van rapport over die aerosolen. Dat we iets meer inzicht krijgen van wat doen die aerosolen nou en hoe ver is dit van belang. Dus als wij dadelijk met meer inzicht komen, kunnen we dit natuurlijk de volgende keer wat meer delen. Nou, wat nu voor belang is, wat de NL-actief aangaf, is dat je echt nu gaat kijken van wat kun je op dit moment doen. Want verwacht maar dat we op korte termijn wel weer open mogen. Alleen onder welke maatregelen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar zorg er wel voor, en dat is wel één ding waar je echt op kan, op verder kan ingaan, is echt die bezoekersstroom en het aantal deelnemers. Dat is echt van belang. We komen inderdaad echt niet meer weg met een papiertje om daar maar mensen inderdaad om daar inderdaad maar mensen op te gaan noteren. Je moet echt met een pakket gaan werken wat uiteindelijk die bezoekersstroom kan monitoren. Denk aan een check-in systeem, boeken van lessen, een rooster, ook tijdsblokken van je maximale capaciteit in je sportschool, in het protocol. En ja, op internet vind je veel meer informatie over hoe groot jouw gym mag zijn en hoeveel mensen er dan binnen zouden kunnen. Op korte termijn, maar ook in andere fases. Dus denk eraan op niet alleen maar korte termijn, ook op lange termijn. Het aantal deelnemers. Dus dat je ook weet hoeveel mensen er op dit moment binnen zijn. En welke mensen er inderdaad al lange tijd binnen zijn, zodat je ze kan aanspreken. Die 1,5 meter afstand. Er staat een uitroepteken achter. We gaan natuurlijk naar echt die 1,5 meter afstand cultuur. Alleen de vraag is, ook binnen sportscholen, die 1,5 meter afstand moet echt gehanteerd worden. Denk daarbij aan looppaden. In en uitlopen van bijvoorbeeld sportschool of sporthallen. Als jij groepslessen geeft, waar je dit ook kan zien. Tevens ook echt of er wel de vraag is of die 1,5 meter wel genoeg is. En natuurlijk die COVID-19 coördinaten. Hanteer echt en zorg ervoor dat je echt mensen aanstelt die dit kunnen gaan managen. Zorg ervoor dat mensen inderdaad weten wat echt de maatregelen zijn, daarop getraind zijn. En dat je echt je personeel goed traint. Dat kan nu al namelijk, dat je ze goed traint. En al echt praktisch bezig bent om deze maatregelen echt daadwerkelijk echt te kunnen gaan testen in je eigen sportschool of in je boutique. Nou wil ik wel een puntje aanmelden. Naast Virtual Gym, afgelopen keren zijn we wat verder ingegaan op onze modules, onze functionaliteiten. Zoals jullie weten hebben wij een online coaching module, maar ook een management module. En die management module is voor die bezoekersstroom een makkelijke manier om echt goed te zien welke mensen inchecken. Je kan bijvoorbeeld met een coronacredit gaan werken. Met die coronacredit kun je dus zien welke mensen kunnen inchecken voor bepaalde lessen of eventueel in je eigen sportschool. Je kan inderdaad aan de hand van het systeem zien hoeveel mensen er op dit moment binnen zijn, welke mensen al binnen zijn en wat echt van belang is dat je ook weet welke mensen op een bepaald moment binnen zijn. Waarom? Omdat je, mocht er toch een coronapatiënt tussen zitten, kun je achterhalen wie in bijvoorbeeld een bepaald tijdsblok heeft gezeten, zodat je ze tijdig kan informeren en dat je uiteindelijk op lange termijn die verspreiding weer kan reduceren. En dat is echt van belang om daarmee aan de slag te gaan. Als je daar meer informatie over wilt, kun je natuurlijk altijd met ons contact opnemen voor een demonstratie over hoe dit daadwerkelijk werkt. Terug naar NL Actief. Een van deze punten op dit moment is, ga ook echt aan de slag met buitensport. Ga op zoek naar inderdaad modules. Daar zijn we afgelopen week ook veel op ingegaan. Maar ga op zoek naar methodes om echt nog steeds je mensen van bepaalde trainingen te kunnen voorzien. Dus hulp, coaching, et cetera. Een van deze dingen is buitensport. En wat we nu al gemerkt hebben in de afgelopen week, is dat heel veel mensen buiten zijn gaan sporten. Super gaaf natuurlijk. Alleen één van deze dingen is dat er toch al wel wat overlast is geweest
namelijk vanuit muziek, groepen op bepaalde muziek. Dus zorg ervoor dat je echt eigenlijk kijkt naar de regelgeving. Denk hierbij aan inderdaad de geluidsgrenzen. Ze zijn niet altijd duidelijk, dus je kan ze inderdaad per gemeente opvragen om te zien of je inderdaad bij bepaalde evenementen of bepaalde lessen niet boven deze gemiddelde piekbelasting gaat. Gisteren zag ik een van onze collega's met een silent disco headphone opzitten op spinningfietsen. Iedereen in die spinningles zat met een silent disco headphone op, zodat je nooit meer last hebt van overlast. Op zich een hele goede oplossing. Ja, maar dat is gaaf. Er zijn ook echt wel veel mogelijkheden. Silent disco, ik zag hem inderdaad ook voorbij komen. Ik kan hem al genoteerd. Maar er waren ook geluidsmatten die je dan eigenlijk om je lessen heen kan leggen, die alweer heel veel absorberen. Dus op heel veel manieren kun je toch wel echt ermee aan de slag gaan. En zorg ervoor dat je inderdaad met geluid en met wind bezig gaat. Dus dat je weet, hoe staat de windrichting? Dus aan welke kant moet je gaan staan als instructeur bijvoorbeeld? Het zijn eigenlijk allemaal wel dingen waar je over na kan denken om uiteindelijk toch dat geluid te kunnen reduceren. Maar die silent disco is wel gaaf, Mitch. Ik had begrepen dat jij ook al een keertje wat... problemen had gehad. Problemen. Ik ben ook groeplescoördinator op een grote gym. En wij merken eigenlijk al dat er vrij veel mensen aan het klagen zijn op dit moment. Begrijpelijk ook wel. Want ja, het ligt aan hoe je de boxen neerzet. En het geeft toch een heel andere vibe dan als je in een groepleszaal staat. Dus ja, het is heel erg belangrijk dat je goed overleg met die mensen die er omheen wonen. Uiteraard dit natuurlijk samenstelt. En zorg ervoor dat je elkaar blijft versterken, juist niet in de weg gaat zitten in dit soort dingen. Ja. Ik denk dat Robin daar dadelijk veel meer over gaat vertellen tijdens zijn eigen presentatie. Waar je rekening mee moet houden, dus dat gaat helemaal goed komen. Nog een punt, en dat is inderdaad even iets wat ik toch wel wil herhalen ten opzichte van vorige week. Echt van belang om te gaan kijken, wat is inderdaad het aantal deelnemers wat in ieder geval op korte termijn in de sport zoals mogelijk. Ook aangescherpt, dus echt die 1 persoon per 10 vierkante meter binnen. Dus mocht je die 30 personen niet kunnen hanteren, kijk daar ook inderdaad naar. Wat zijn de mogelijkheden? Buitensport is inderdaad geen grens op als je maar die 1,5 meter hanteert. Nou lijkt het mij natuurlijk dat je even over die geluidskwaliteit 100 man tegelijkertijd wilt voorzien van Zumba muziek, dan is dat natuurlijk wel lastig. Maar inderdaad, er zijn heel veel mooie creatieve ideeën die we nou afgelopen weken zien. Maar nogmaals, inderdaad, neem contact op met je gemeente. Zoals je kan zien heb ik hier bijvoorbeeld Vereniging van Sport en Gemeentes erbij staan. Hier vind je heel veel vragen over buitensport. Over wat er wel en niet mag. Over waar je rekening mee moet houden. Dus kijk hiernaar. Deze presentatie krijgen jullie in de afloop. Maar hier zit ook die link achter. Dus ga daarmee aan de slag. Dan willen we eigenlijk een van onze gasten gaan introduceren. Meneer Herman Rutgers. Allereerst hartelijk welkom en hartelijk dank dat u hier wilde zijn vandaag. Mijn plezier. Heel graag doe ik het voor jullie. Ik denk dat Dre inderdaad zijn scherm eventjes gaat even refreshen. Dre, ik heb de presentatie erin gezet van Herman, dus die staat er ook in. Dus je kan hem erin gebruiken. Altijd die technische leuke dingetjes zo. Hè? Ja. Ja. Dus mijn probleem meer dan dat het jullie probleem is. Nee, dat is helemaal oké, Herman. Nee, maar fijn dat je er wilde zijn, Herman. Zou je misschien al een klein beetje kunnen vertellen wie je bent, wat je doet en waarom je vandaag hier bent? Ja, nou, ik doe dit graag namens Europe Active. Ik ben ongeveer 13 jaar geleden samen met Harm Tegelaars, een Nederlandse Engelsman, begonnen met in Brussel een kantoor op te zetten om de fitnessbranche te presenteren en te representeren op Europees niveau. Dat is heel succesvol gegaan. Ik ben daarnaast, voordat ik dat deed, actief geweest aan de fabrikantenkant bij Life Fitness. Heb ik voor Life Fitness in Amerika gewerkt. Daarna Octane Fitness. Toen ik daarmee stopte, ben ik aan de operatorkant actief geworden in Scandinavië bij SATS. Ik zal daar straks wat van laten zien. En op dit moment ben ik commissaris bij Basic Fit. En ik ben ambassadeur van FIBO om FIBO wereldwijd wat meer op de kaart te zetten. Dus dat zijn zo'n beetje mijn activiteiten op dit moment. Echt een expert? Nou ja, dat is een relatief begrip. ik heb gemerkt in de laatste paar maanden dat dingen heel snel kunnen veranderen. En dat een expert ook niet een expert is als er allerlei nieuwe dingen op zijn pad komen. En wat ik vooral de laatste 3 maanden gemerkt heb, is dat mensen tot elkaar komen. En dat is wel iets heel moois.
dat een crisis ervoor zorgt dat mensen die normaal concurrent van elkaar zijn, en dat zien we in Nederland bijvoorbeeld met de ondersteuning van NL Actief, dat een heleboel ondernemers de schouders tegen elkaar gezet hebben. En gezegd hebben, we gaan samen die kar trekken en proberen die clubs eerder open te krijgen. Daar heb je een crisis voor nodig om een heleboel mensen bij elkaar te brengen en ook het geld op tafel te leggen om dit soort campagnes te doen. Dus dat is dan weer het positieve. Laten we hopen dat dat blijft na de coronacrisis. Ook. Ja, precies, precies. Samenwerken in die ondersteuning van NL Actief. Goed, duidelijk. Ik denk dat je gewoon even, laat me zeggen, als we nu naar de volgende slide moeten, kan je het gewoon gerust even tegen Dre zeggen. We moeten Ja, nou, dit is wat ik met jullie vandaag wilde bespreken. Jullie hebben me iets van 20 minuten gegeven, dus ik zal proberen daar binnen te blijven. De fitnesssector zal ik even in wereldwijd perspectief plaatsen met één slide. Dan een overzicht van de huidige heropeningssituatie zoals die in Europa is. Internationale corona-ervaringen en lessen die we daaruit kunnen trekken. En wat is nou de toekomst? Hè? Wat wordt, ik noem dat AC, after corona. Hoe zal de sector er dan hopelijk uitzien? Dus de volgende slide laat jullie zien. En dit is een heleboel informatie. Overigens krijgen de mensen de presentatie later op jullie website te zien, zodat ze dit na kunnen kijken, of is dat niet zo? Ja. Ja. Ik zie de slide is niet compleet, maar dat verbaast me. Maar goed, wat je hier ziet op de as aan de onderkant, zie je dat de inkomens van de mensen, dus dat is helemaal rechts, zie je bijvoorbeeld staan Nederland. Nou, deze slide is gemaakt door Deloitte China. Dat is ongeveer 35.000 euro. En helemaal links zie je staan India met een heel laag inkomen en ook een hele lage fitnesspenetratie. Dat is de as die je links ziet met de fitnesspenetratie. Waarom is dit even van belang te laten zien? Omdat jullie daarmee een beeld hebben van waar Nederland zich eigenlijk bevindt. We hebben dus een relatief hoge fitnesspenetratie. We zitten ongeveer op 17% van de bevolking in Nederland zijn lid van de fitnessclub. En je ziet dat bijvoorbeeld in India is dat nog geen 1%. In China is dat inmiddels bij de top 18 steden is dat zo'n procent of 5. Dus het is een vrij breed scala wat je ziet in de wereld aan de fitnesspenetratie. Nou, het is zo dat wij in Europa gemiddeld op een penetratie van zo'n 7,8 zitten. Dat zie je hier staan, rechts op de slide. Dat betekent dus dat maar 7,8% van de bevolking in Europa gemiddeld lid is van een fitnesscentrum. In Nederland hebben we 17%, dus we doen het relatief goed in Nederland. Maar 17% lid van een fitnesscentrum betekent nog steeds dat 83% niet lid is van een fitnesscentrum. Dus we hebben nog een heleboel groei te gaan. Dit even om het wereldwijde plaatje neer te zetten. De volgende slide. Wat is er nou in China gebeurd? In China is op 3 januari, en aan de bovenkant van de slide zie je wat er gebeurd is met de pandemic in China. En onderin zie je wat er in de fitnessbranche in China gebeurt. En daar kunnen we heel veel lessen uittrekken. Dat is erg interessant om dat te zien. Dat we dus bijvoorbeeld in... Ik zet even Dre naar boven op de slide. Dan kan ik de slide tenminste zien. Dat op 3 januari al een officieel 44 patiënten werden ontdekt die corona hadden. En je ziet dat in maart, helemaal rechts bovenaan in de slide, eigenlijk in maart de zaak weer een beetje normaal begon te worden. En dat steden weer opengemaakt werden. En we hebben gehoord dat eind april en begin mei ook Wuhan weer opengesteld is. En wat de fitness betreft zie je dat in januari 23 begonnen de fitnessclubs te sluiten, eind januari. En vanaf maart, ongeveer midden maart en later in april, zijn de gyms weer open gegaan. En de lessen die we daaruit kunnen trekken, daar kom ik dadelijk op terug. Maar het is dus zo dat op dit moment in China zo'n 95% van alle fitnessclubs weer open zijn. En dat we kunnen spreken van een bijna normale situatie weer in China voor wat betreft de fitnesssector. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Dan gaan we naar de volgende slide. En daar zien we wat er nu in Europa open is. Dus we hebben 14 landen in Europa zijn nu open met fitness. En dan zie je Zweden. Zweden is eigenlijk nooit dicht geweest. Ik kom daar dadelijk apart nog op terug. Finland is nooit dicht geweest. Is steeds open geweest. Noorwegen is weer open en IJsland is weer open.
Italië is deze week, gisteren, opengegaan. En je ziet hier een heleboel landen in Europa, voornamelijk in... Zwitserland is een belangrijk land natuurlijk, waar vorige week maandag ook weer de clubs zijn opengegaan. En in Duitsland, voor ons een heel belangrijk land natuurlijk, grenzend aan het oosten van Nederland. Noord-Rijn-Westfalen is opengegaan, ook vorige week maandag. Hesse, Schleswig-Holstein, Sachsen en de Rijnland-Pfalz zijn allemaal open op dit moment. En in Duitsland is het zo dat het een regionale beslissing is om open te gaan. Maar dit is goed nieuws. 14 landen zijn dus op dit moment open. En dat zou een les voor de Nederlandse overheid ook moeten zijn. Daarna te kijken en zeggen, ja, waarom blijven wij dan eigenlijk dicht? Volgende slide. Dan zien we dat hoe het niet moet. dit was een PR-stunt van McFit. Meneer Rainer Schaller, de baas van McFit, die vond het een goed idee om een grote PR-campagne te starten. Dat de club in Keulen, Keulen Kalk, is deze foto van. Officieel mochten de clubs op 11 mei open. Maar hij zei nou 1 minuut over 12 zondagnacht is ook 11 mei. En hij heeft een advertentie gezet en social media campagne gezet. Kom naar de clubopening en je kunt van de 100 eerste bezoekers worden er 2 tickets naar Los Angeles verloot. Om de opening van een exclusieve club die meneer Schaller in Los Angeles aan het voorbereiden is te verloten. Dat betekende dus dat, hoezo 1,5 meter afstand? De mensen staan hier met kluitjes op elkaar buiten de club om naar binnen te mogen. Dit is zoals het niet moet als we straks in Nederland open gaan. Organiseer niet van dit soort campagnes, want dat is alleen maar negatief voor het imago ook van onze branche. Dit heeft toch wat negatieve publiciteit met zich meegebracht. Dus zo moet het niet. Volgende slide. En hier zien we wat de geplande openingen zijn in Europa. Oostenrijk aanstaande maandag. Spanje is zeker 8 juni in Andalusia. 16 juni het noorden van Spanje. En Madrid en Barcelona op 22 juni. Frankrijk weten we nog niet zeker. Maar eind mei komen daar nadere berichten over. De verwachting is dat juli zal zijn. Groot-Brittannië is officieel, net zoals in Nederland gezegd, 1 oktober. In Nederland zeiden we 1 september, in Groot-Brittannië 1 oktober. Maar de verwachting is dat dat 4 juli zou kunnen worden. Polen zien we 1 juni, België 8 juni, Denemarken 15 juni en Ierland 10 augustus. Dus eigenlijk zien we hier een vrij positief staatje waar we toch ook hopelijk Nederland snel weer open zullen gaan. Volgende slide. Dan hebben we hier, ik heb wat consumentenonderzoek is er gedaan, niet zozeer in Nederland, maar wel in andere landen. Wat is nou de bereidheid van de mensen om weer terug te komen in de fitnessclub als we open gaan? Dus de volgende slide laat je zien wat daar zo'n beetje uitkomt. De vraag die hier gesteld was, en dit is gedaan door Global Web Index Research op 29 april. En daar is gevraagd, als dadelijk de clubs weer open mogen, ga je dan door met thuis fitnessen? En daarop heeft van de 17 landen die ondervraagd zijn, zei 41% van de consumenten zei, ja, als de clubs weer open gaan, ga ik door met thuis fitnessen. En hier zie je de landen, Spanje is vrij hoog, in Italië ook, niet zo vreemd, omdat die een hele lange lockdown hebben gehad. En de mensen zijn dus wat meer gewend geraakt aan het thuis trainen en zullen daar zeggen dat ze daarmee doorgaan. Engeland zo'n 25%. Die 25% wordt ondersteund door een recent Sport England onderzoek, waarvan 22% van de ondervraagden zegt dat ze thuis getraind hebben gedurende de lockdown. En daarvan 20% online. Dus dat is toch wel, zijn behoorlijke percentages. En dan zie je de andere landen eronder. Interessant is dat in China het hoogste percentage, 48% van de Chinezen, heeft dus thuis gefitnessd tijdens de lockdown in China. En in China was, dat weten we, de lockdown heel erg ernstig. En niet zoals in Nederland, dat je wel naar buiten mocht om te gaan fietsen of te gaan hardlopen in je eentje of met z'n tweeën. Nee, in China moest je echt binnen blijven. Dus daar zie je dat de mensen echt geen andere keuze hadden dan thuis voor een screen te fitnessen. 48%. Volgende slide. Als je dan kijkt naar SATS, wat ik net noemde. SATS is een bijzonder geval. Er staat heel veel op die slide, maar laat ik even vertellen wat er gebeurd is. In Zweden heeft de overheid nooit gezegd, de fitnessclubs moeten dicht. Alleen SATS als marktleider heeft gezegd, en SATS heeft die hebben alleen al in Stockholm iets van 40 clubs, die hebben gezegd, wij gaan wel dicht, omdat wij het niet verantwoord vinden open te blijven. Dus die hebben besloten om de clubs dicht te doen in heel Zweden. En ook in andere landen waar ze door de overheid verplicht werden, in Noorwegen, Denemarken, hebben ze dat wel gedaan.
En na 2 weken hebben ze de clubs weer open gedaan, want ze verloren veel te veel leden die bij andere clubs gingen trainen, omdat die niet dicht gingen. Dus alleen SAS had besloten om de clubs dicht te doen, de rest bleef gewoon open. En wat je dus hier ziet, de ervaring van SAS tijdens die 2 weken dat ze dicht zijn geweest, alles een geweldige stijging van het aantal mensen dat meedeed in online training. En je ziet aan de linkse slide Noorwegen, Zweden, maar met name in Denemarken, dat 6000% meer van mensen aan de online fitness meededen dan voor dezelfde maand in het jaar daarvoor. Dus gigantische stijging van online fitness. SATS heeft ook heel veel geïnvesteerd in online training, hebben 250 sessies gedaan. Werkelijk heel erg bijzonder hoeveel daar aan meegedaan is. Volgende slide. Als je dan ziet, de vraag ook weer van de Global Web Index, 29 april, pijldatum. Als de clubs weer open gaan, ga je dan je lidmaatschap cancelen? Daarop zei van de 17 landen, maar 11% zei ja, ik ga mijn lidmaatschap dan cancelen. En je ziet hier van de landen, Duitsland 9%, Italië. Het ligt allemaal zo'n beetje rond die 10%. Van de mensen die zeggen, ja, ik cancel mijn lidmaatschap nadat de clubs weer open gaan. Dus een interessant cijfer. Kom straks, ga ik praten over de 90% economie. En daar sluit dit wel een beetje mooi op aan. Volgende slide. We hebben dus in... even doorklikken, want dit is denk ik een slide die... Ja. Dit geeft aan... Nog een keer klikken. Dit geeft aan... van die 11%, hoeveel daarvan zijn mannen en hoeveel daarvan zijn vrouwen? Klik even door, Dre. Dus gewoon even alles doorklikken. Generation Z 16%, millennials 12% en de babyboomers 6%. Ik vind dit een hele rare uitkomst trouwens. Ik zou eigenlijk meer verwacht hebben dat mensen hun lidmaatschap zouden cancelen die ouder zijn en niet de mensen die jongeren zijn. En hier zie je dus dat de jongeren vooral zeggen, ja, ik ga mijn lidmaatschap cancelen. Van de vrouwen 10%, mannen 13%. En hoger inkomen, lager inkomen 11 en 13. Dus dat is niet zo heel, heel onderscheidend. Volgende slide. Hier zien we even weer terug naar SATS. Wat interessant is, dat toen ze na 2 weken sluiting in Zweden weer open gingen, het aantal weken, dus de eerste week nadat ze open gingen, kwam 53% in Zweden weer terug. En in Finland 43% in de eerste week. En je ziet dat dat opbouwt. 5 weken na de heropening zitten ze op 77%. Dus dat is op zich een interessant cijfer voor Nederland dadelijk. Als wij weer open gaan, hoeveel procent van de leden kunnen we dan verwachten in de eerste week, tweede week enzovoorts. En wat bouwt zich dat op? Dit is echt heel interessant om te zien. Je ziet dus ook dat mannen, meer jonge mannen eerder terugkomen. We weten dat corona, hoe jonger je bent, hoe minder kans hebt dat je het krijgt, dat jonge mannen en de actieve fitnessers eerder terugkomen dan het gemiddelde van de leden. Volgende slide. Dit is een onderzoek van 20 mei, dus heel recent, in Engeland, waar 87% van 2000 ouderen, adults, volwassen mensen, die ondervraagd zijn, die zeggen, ja, ik kom terug als de clubs weer open gaan, 87%. Dat is eigenlijk een beetje een ondersteuning ook van die 10% die we eerder gezien hebben, van mensen die zeggen, ik ga cancelen. Maar 87% zegt terug. Als je naar de derde bullet point kijkt, wat ik interessant vind, is dat... even mijn telefoon uitzetten, sorry. Maakt niet uit, Herman, dit gebeurt altijd. Dat gebeurt 27% van de mensen die nu niet lid zijn van een club, willen lid gaan worden. En dat is natuurlijk heel interessant. Dat je ziet dat 27% zegt, ja, ik ga lid worden van een club. Dus dat is positief voor de toekomst. En dat de laatste bullet point hier. 14% van de mensen zeggen dat ze de gym missen. Dat ze echt gewoon dying to get back to the gym. Volgende slide. Dus positief nieuws hier. Dit slaan we even over, want het is veel te gecompliceerd. Dit geeft in wezen aan dat dit zijn Nederlandse consumenten. Dit is een McKinsey-onderzoek waarin je ziet dat online fitness en wellness apps een hoge tracking hebben gekregen. Ik denk dat de volgende slide is interessanter om even te laten zien. En daar zie je rechtsboven
De vraag was hier, wat blijft u doen als de clubs weer opengaan? En je ziet hier rechtsboven, accelerated shifts, online fitness. Daar zie je dat 53% van de mensen die nu online fitness doen tijdens de lockdown, daarmee doorgaan. Digital exercise machine, dat is dus thuis fitnessen op een apparaat, blijven 48% van mensen doorgaan. Dat is denk ik ook een heel positief cijfer hier. En dit was ook een vrij grote groep van mensen die ondervraagd zijn. Wat aangeeft dat de toegaan, daar kom ik straks op, naar meer een multi-channel fitness benadering. Dat mensen die lid zijn van een fitnessclub ook thuis fitnessen. En dat mensen die thuis fitnessen ook lid zijn van een fitnessclub. Dit vind ik positieve informatie. Volgende slide. Dan is de vraag natuurlijk van hoe lang gaat het duren voordat we weer naar normaal gaan. En normaal zou zijn dat we weer bezoekersaantallen en lidmaatschapaantallen hebben die we voor corona hadden. En hier zie je dus een aantal voorbeelden van hoe lang het geduurd heeft om naar vraagteken normaal te gaan. In China, na 8 weken, daar zijn ze nu 8 weken weer open, de clubs, zitten ze op 83% van voor de coronasituatie. Dus nog niet terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In Duitsland, waar nu 2 weken de clubs open zijn, zitten ze op, de mensen die ik gesproken heb, op zo'n 40% van de bezoeken. En dit zijn bezoeken, en lidmaatschappen lopen wel door, maar dit zijn bezoeken. In Verenigde Staten zijn ze nu 2 weken open. In Georgia bijvoorbeeld zitten ze op 45%. Zwitserland, 2 weken open, zitten ze op, als op 70% van de normale bezoeken in de fitnessclubs. En Zweden na 5 weken op 77%. Dus nog steeds niet op 100%. Het gaat gewoon wat langer duren voordat we echt weer op de oude niveaus van voor corona zitten. En de mensen die het eerst terugkomen, ook wat we straks al zagen in die slide over Sats in Zweden, dat de mensen die het snel terugkomen zijn de jonge mannen en de heavy users. Volgende slide. Dit is een wat gecompliceerde slide. Er was mij de vraag gesteld van, wat worden de winnaars en de verliezers? En dit is een slide die gemaakt is door een consultantsbureau in Engeland. En je ziet links onderin zie je de budgetclubs. En daar verwachten ze eigenlijk de minste effect van. Waar ze meer effect verwachten, negatieve effecten voor de toekomst, is in de wat duurdere clubs. Third Space, David Lloyd, Fitness First, Virgin Active. En waar ze ook wat problemen voor de toekomst verwachten zijn in de boutiques, de rechtsonder. Ik zou eigenlijk zeggen, ga naar de volgende slide. Dan heb ik dat een beetje vertaald naar wat simpele bewoordingen. Groen heb ik gemaakt, wat is positief. Neutraal, oranje en negatief, rood. En dit is gebaseerd op een heleboel, je ziet daarboven de bronnen. Een heleboel, er zit geen Nederlandse research bij, maar met name Amerikaanse en Engelse research en Duitse research. Van business experts die zeggen, welke van het ecosystem, het fitness ecosystem, zullen positief uit de crisis komen. En dan zie je dus dat bij positief, met name de online en virtual fitness aanbieders, nou dat zou goed nieuws voor Virtual Gym moeten zijn, die zullen goed uit de, en versterkt uit de crisis terugkomen. Celebrity trainers, er zijn een heleboel trainers die hun eigen merk gebouwd hebben door online trainingen aan te bieden en dat aan de mensen te laten zien. En dat zullen de mensen blijven doen met die online trainers. De mental health apps. Mensen hebben toch, een heleboel mensen laten we niet onderschatten, een heleboel mensen toch down zijn, teleurgesteld, hun baan misschien al verloren hebben of gaan verliezen, onzeker zijn over de toekomst. Dus de mental health apps gaan echt uit de crisis versterkt naar voren komen en zullen meer toegepast worden. Omnichannel wil zeggen eigenlijk dat je omnichannel budget clubs, dat zijn de clubs die een sterk online presence hebben en een hele goede app, waardoor de consumenten zowel binnen de vier muren van de club als daarbuiten het programma van die club kunnen volgen en daarmee verbonden zijn. Outdoor, en dat is de volgende spreker, gaat daar natuurlijk meer over vertellen, maar outdoor zal zeker zo sterk uit de crisis komen. Mensen gaan outdoor fitness ontdekken en zullen dat blijven doen. En hetzelfde geldt voor home fitness. Ik heb daar net al wat cijfers over laten zien die dat ondersteunen. Dus home fitness zal echt is here to stay. Maar dat hoeft niet negatief te zijn voor de clubs. Mensen zullen en thuis fitness doen en in de club gaan fitnessen. Beetje neutraal denken de experts, zullen de intermediate, de ClassPass, GymPass, OneFit, dat soort online platforms zullen
neutraal uit de crisis naar voren komen. Verder zullen neutraal naar voren komen de family en neighborhood clubs. En dan doe ik een Anytime Fitness bijvoorbeeld als voorbeeld. En de lokale Nederlandse clubs. En de PT-studio's, dat zal ook vrij neutraal zijn. En negatief, we hebben natuurlijk allemaal gehoord van veel mensen in een kleine ruimte is niet goed. Dat is de risico en dat is ook de reden waarom het OMT nog steeds fitness niet openstelt. Dat aerosolenprobleem, dat is bij spinning natuurlijk het geval en bij small group exercise studio's. Die zullen het moeilijk hebben bij de heropening. De boutiques, PAYG betekent pay as you go. Die zullen het ook moeilijk krijgen, omdat daar geen jaar lidmaatschappen aan vasthangen, maar pay-as-you-go, die zullen het moeilijk krijgen. En natuurlijk de leveranciers van fitness equipment. Een heleboel clubs zullen het financieel moeilijk hebben en zullen niet staan te trappelen om nieuwe loopbanden of fietsen te gaan kopen. Dus de commercial equipment suppliers zullen het moeilijk hebben. Daarentegen de home fitness equipment suppliers zullen het waarschijnlijk versterkt doen, omdat mensen ook thuis hebben geleefd. Dus ik denk dat dit is een mooi staartje, gebaseerd op, niet mijn mening, maar de mening van een heleboel experts, wie de winnaars en de verliezers zullen zijn in het fitness ecosysteem. Volgende slide. Dan kom ik tot mijn samenvatting van wat zou nou de coronacrisis op de sector voor invloed hebben. Nou, ik heb het eufemistisch vertraagde groei genoemd. Ik denk eerder dat we kunnen spreken van een teruggang. Maar het goede nieuws is voor de langere termijn dat de fundamenten van de sector zijn niet veranderd. Die zijn eerder versterkt. Mensen weten dat ze moeten fitnessen. Dat ze fit, als ze fit zijn, een beter immuunsysteem hebben. En daar duidelijk voordeel van hebben als ze fit zijn. Maar dat zal voor een vertraagde groei zorgen. Tweede punt, consolidatie. Helaas zullen niet alle clubs het overleven. Ik sprak gisteren een fitnessondernemer in Duitsland. En die denkt dat 10% van het aantal clubs in Duitsland. En er zijn er zo'n 8000 in Duitsland. Dat 10%, dus 800 clubs, het niet zullen overleven. En ik noem hier als voorbeeld Gold's Gym in de Verenigde Staten. Die hebben al bankruptcy chapter 11 aangevraagd. Dus die gaan financieel herstructureren. Die zullen nog wel overleven. Gold's Gym als merk blijft wel. Maar de corporate clubs die hebben faillissement aangevraagd. En Exercise for Less in Engeland zit in dezelfde procedure. Dus dat zijn al twee voorbeelden die het niet zullen overleven. En ik denk dat bij de ketens, met name ketens die het wat moeilijk hebben, dat die clubs die al slecht draaien, dat ze die clubs niet meer open zullen doen. En gewoon ze dicht zullen laten. Derde punt, digital here to stay. Nou, dat heeft iedereen gezegd. We hebben een acceleratie gekregen van digitale fitness voor de consument, maar ook de operations, de back-office van de clubs en de marketing en de customer relationship management zal steeds meer digitaal gaan gebeuren als gevolg van deze crisis. Verder zal het vierde punt, sector zal meer omni-channel en holistic worden. Home fitness wordt belangrijk, outdoor zal belangrijker worden, maar ook voedingsadvies, stress management, slaapadvies, lifestyle coaching, dat zal echt allemaal heel veel belangrijker worden. Dus we worden meer breed, zal de branche uit de crisis naar voren komen. En verder zal de consument een ander koopgedrag gaan vertonen. Ik denk dat de consument kritischer zal worden op de euro's die hij uitgeeft. Dus pay-as-you-go zal het moeilijk krijgen. En de abonnementenstructuur, ik denk dat mensen wat minder bereid zullen zijn om op de lange termijn een abonnement te onderschrijven. Verder een toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Sustainability is wat je overal ziet rondkomen. De mensen snappen dat een grotere fitnessgraad het immuunsysteem verbetert. En daar zullen we als branche veel meer op moeten inspelen bij de marketing en de communicatie. Nou heb ik in de volgende slide samengevat wat eigenlijk de belangrijkste adviezen zijn voor ondernemers. Het belangrijkste punt is eigenlijk, en dat werd straks al een beetje gezegd ook bij de outdoor, hè, dat je te veel herrie maakt en pas op dat je niet mensen tot last bent, maar besteed veel aandacht aan een zorgvuldige heropening. We moeten het vertrouwen weer terugwinnen en het vertrouwen terugwinnen zowel van de medewerkers, die misschien toch angstig zijn om terug te komen op het werk en bang zijn misschien besmet te raken, en hetzelfde geldt voor de consument. Tweede punt, de protocollen, en die worden wellicht aangepast, maar het protocol wat er nu is van NL Actief, leef dat stip na en doe mogelijk zelfs wat extra. Want controle gaat zeker plaatsvinden. Ook daar heb ik in andere landen al verhalen van gehoord dat de controleur
de eerste dag dat clubs open gingen al op de stoep stond. En dat er al boetes waren uitgedeeld voor mensen die zich niet aan de protocollen hielden. Dus leef de protocollen, stip na en doe als het kan nog wat extra. Dan het heel belangrijk derde punt, dat geldt voor de financiën. 2020 wordt een waardeloos jaar voor iedereen. Elke ondernemer zal op een annus horribilis spreken als we over 2020 praten. Dat wordt gewoon een waardeloos jaar. En pas volgend jaar, in 2021, zal er later wat herstel plaatsvinden. Dus ga uit van een langdurige herstelperiode voor je cashflow planning. Nou, vierde punt, denk na over je verdienmodel en de prijsstelling offline-online. Er zijn nu heel veel enthousiaste trainers en ondernemers die online training gratis aanbieden, maar daar verdien je niks mee. Dus je zult een manier moeten vinden om voor de online aanbod ook een vergoeding te krijgen en financieel dat interessant te maken. Volgende punt is kostencontrole. We gaan een moeilijke tijd tegemoet, dus het controleren van je kosten, zorgen dat je een goede kas hebt, cashflow en de balans. Dat wordt nog belangrijker in de komende tijd. En je zult de groei zelf moeten financieren, want de banken zullen zeker niet staan te trappelen om leningen te gaan verstrekken. Dus je zult het toch zelf moeten doen. Wees voorbereid op een tweede golf. Be better safe than sorry, zeggen ze zo mooi in Engels. The pandemics are here to stay, zeggen ze. We zullen er meer krijgen, dus wees voorbereid op een tweede golf. Aandacht voor training en coaching van personeel. In elke onderneming maken mensen het verschil. En zorg dat je de mensen goed coacht. En zorg dat ze voorbereid zijn voor de heropening. En weten wat er verwacht wordt van ze. Onderken het belang van samenwerking. Ondernemers onderling en leveranciers. En ik denk dat zo mooi getoond is in de afgelopen maanden. Zowel internationaal samenwerking als samenwerking met leveranciers als ondernemers onderling. Steun NL Actief. Ik kan het niet harder roepen. Iedereen die nog geen lid is van NL Actief zou lid moeten worden. Want die lobby is zo ongelooflijk belangrijk. Dat zien we nu in een crisisperiode. En dat we ook het ESM, Exercises Medicine, dat we daar wat meer waarde op gaan leggen en daar wat meer aandacht aan geven. Dat we de standaarden heel sterk verbeteren en dat we zorgen dat we de standaarden in onze fitnessbranche op hoog niveau tillen. En dat we een register voor exercise professionals, wat we hebben, dat we dat ondersteunen, zodat we ook als branche wat serieuzer worden gezien als aanbieder van kwalitatief goed personeel. En help bij de verstevering van het imago van je branche. Contact met je lokale zorgaanbieders, contact met je lokale artsen is heel belangrijk om dat meer aandacht te geven in de AC after corona periode. En dan heb ik een laatste slide, denk ik, nu. Ja, de man is al heel lang geleden overleden. Het is een Engelse wetenschapper en onderzoeker, maar die heeft gezegd dat het niet de sterkste of de meest slimme of de meest intelligente van de soort is die overleeft, maar de soort die het meest zich aanpast aan de veranderingen. Dus the most adaptable to change. En ik denk dat dat voor ondernemers en voor iedereen in de branche, of je nou personal trainer bent of ondernemer met één fitnessclub of meerdere, is echt heel belangrijk om te zorgen dat je je aanpast aan de nieuwe, want de new normal is niet meer wat het was. Het zal duidelijk voor iedereen een hele andere houding en een hele andere aanpassing vereisen. Dus dat waren mijn... Ik geloof dat ik binnen de 20 minuten ben gebleven, Dre. Ja, dat heb jij zeker gedaan, Herman. Maar super bedankt voor deze interessante toelichting en deze interessante presentatie. Ik denk dat dit wel voor heel veel luisteraars wel inzicht geeft in waar we nu staan. Zoals branche zijnde, de talenbranche, ook de verschillende sectoren, de ecosystemen binnen onze sector. Waar je ook eigenlijk ondernemer op kan inspelen. Dus dit is wel super belangrijke informatie in ieder geval, Herman. Dus hartelijk dank voor deze inzichten. Ik zie nu ook heel veel berichten binnenkomen van mensen in de chat ook weer. Van heel erg bedankt. En inderdaad dat ze heel erg waarderen dat ze ook wat hoger liggende info van bovenaf nu krijgen, wat meer onderzoeken en inzichten wereldwijd. Ja, nee, als jullie de presentatie willen delen met mensen, geen probleem, hè? Dat kan. Ja, precies. Ja, dat gaan we zeker doen. Dus iedereen krijgt na afloop, krijgt in principe de presentatie, de gehele presentatie. Dus daar zitten ook jouw slides bij, Herman. Ja. Ik denk dat het gewoon goed is dat velen dit nog even rustig doorheen lopen en daar doorheen gaan, in ieder geval.
Maar in ieder geval, ja, ik denk dat we zowel de praktische informatie als wel inderdaad de inzichten en de leerpunten uit andere landen meenemen, ook in Nederland. Dus, we hebben nog wel een paar vragen, denk ik, Dre. Nou ja, ik denk volgens mij wel al iets meer dan een paar. Ja. Nou, allereerst, Herman, kijk, er zijn wat vragen binnengekomen. Alleen, dan wil ik eigenlijk aanhaken met eigenlijk het begin, met de eerste slide. En het ging over China. En China gaf ze in eerste instantie aan, dat was een paar weken geleden, dat sommige sportscholen alweer moesten sluiten vanwege weer een te hoge groei van de coronasituatie. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, dat was een apenkool verhaal. Dat ging over Beijing. En dat was eigenlijk een loos alarm. Net zoals dat verhaal recent naar buiten gekomen is van die groepsles in Korea, in Seoul, waar dan 17 mensen, die hadden 4 uur Zumba-training gedaan in een hele kleine ruimte met 28 mensen. En er zijn een aantal, dat is in februari geweest, dat is niet recent. Dus dat verhaal, okay, dat clubs weer dicht moesten, is een onzinverhaal. En het is vaak zo, soms wordt er een heel klein iets opgeblazen door de pers. En ja, de pers schrijft liever over negatieve verhalen dan positieve verhalen. Dus dat is in Shanghai bijvoorbeeld, waar ik het meeste contact heb, is nog geen club dichtgemoeten. En zitten ze nu, wat ik heb laten zien, op 83%. Ja, van, is na 8 weken op 83%. Van voor corona, terwijl ze nu 8 weken open zijn. Ik ben persoonlijk heel erg bemoedigd door de ervaring in China. En ik ben ook heel bemoedigd door de ervaring in Amerika. Want er zijn nu natuurlijk nu 2 weken clubs open in de Verenigde Staten. Ik heb veel contact met mensen daar. En de eerste ervaringen zijn daar heel positief. Gisteren nog gebeld met Duitsland, hoe daar de ervaringen zijn. En ook daar, de klanten houden zich aan de voorschriften. Tot op heden is het eigenlijk alleen maar goed nieuws. En ik hoop dat de mensen van het OMT eens gaan bellen. Maar er is ook een hele goede vraag binnengekomen van Erik Herman. Dat gaat dan eigenlijk over, ja, China. Iedereen heeft natuurlijk een andere infrastructuur, een andere manier, een andere cultuur natuurlijk. En welk land zou Nederland als voorbeeld moeten nemen? Dus waar zou Nederland meestal naar moeten kijken? Ja, ik denk Duitsland. Duitsland, Zwitserland. Landen, ik weet niet of de vraag bedoeld wordt van die al open zijn. Maar de ervaring in Zwitserland, waar de clubs nu 1,5 week open zijn. En in Duitsland, waar ze nu 2 weken, er zit nu de 2e week. Ik denk dat dat de meest relevante ervaringen zijn. En ook de Duitse, het onderzoek van de Universiteit van München, waar ook, dat weet ik, NL-Actief gebruik van maakt. En aanvullend onderzoek heeft laten doen op het hele aerosolen verhaal. Dat is gewoon voor ons heel relevant. Kijk, ook in China overigens, sommige mensen denken misschien dat dat hele basic clubs zijn. Die clubs in China, die kunnen hier ook draaien. Dat zijn gewoon kwalitatief goede clubs. Ja. Goed personeel, goede apparaten. Daar is helemaal, dat zijn grote, mooie clubs. En de image ontstaat vaak, en dat is het probleem bij de politici en ook bij de mensen, denk ik, die nog nooit in een moderne fitnessclub zijn geweest. Die denken aan kleine, bedompte ruimtes, maar de gemiddelde fitnessclub in Nederland is 1000 vierkante meter. En heeft een plafond wat hoger is dan het plafond in je huiskamer. Volgens mij, Robin volgens mij ook een vraag, of niet Robin? Ja, ik zie Robin, met het vingertje omhoog dus. Ja, nee, klopt. Ik wil even inhaken inderdaad op dat stukje, want Shanghai die doet nu toch alles al open, want die heeft de horeca nu ook gewoon al geen 1,5 meter beleid meer, begreep ik. Ja, Robin, dat is een heel goed punt. Eigenlijk ook in China zijn sinds maandag ook de 1,5 meter is weg, het dragen van mondkapjes is weg, en ook de fitnessgroepslessen, die voorheen beperkt waren in tot 50% van normale volume, die zijn nu weer volledig open. Dat is helemaal waar, dat is heel recente informatie. Alle beperkingen zijn daar weggevallen in China. Okay, ik krijg nog een hele andere goede vraag binnen, Herman. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken hier in Nederland over die aerosolen. Nou, horen we dat minder eigenlijk in het buitenland? Hoe ziet dat verschil eruit? Met waarom is dat hier wel heel erg een soort van hot topic en daar eigenlijk niet zo? Ja, nou, wat ze in Duitsland gedaan hebben in het protocol is gezegd dat je maar op 75% van je maximale trainingsintensiteit mag trainen in de eerste fase. Waardoor die aerosolen niet zo'n probleem zijn. En wie zegt, er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat die aerosolen in een bar waar je met 30 man bent geen probleem zouden zijn.
waar mensen op schreeuwen en misschien zingen en opgewonden raken en aerosolen gaan verspreiden. Dus er is zoveel niet bekend. Maar het feit dat die Duitsers gezegd hebben, wij vinden het verantwoord om de clubs te openen, met voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt, de apparaten verder uit elkaar staan en in de groepslessen niet meer dan 75% van de intensiteit en overigens 50% van het aantal mensen wat normaal in die ruimte mag trainen, is voor de Duitsers een reden geweest om te zeggen, voor ons geen probleem. En we hopen inderdaad dat het OMT vandaag ook tot dat inzicht komt en gaat zeggen, ja, in Nederland kunnen de clubs ook open. Ja, volgens mij wil Robin even inhaken. Ja, kan dat dan ook, want heeft Europa Actief ook een samenwerking met NL Actief? Want kunnen ze dan niet vanuit Europa Actief stimuleren van, nou, in Duitsland gaat het nu zo, kunnen we dat niet aanhouden? Ik bedoel, we zitten letterlijk naast elkaar. Zit daar ook een samenwerking in om dat te stimuleren? Ja, Robin, het antwoord is ja. Elke week is er een telefonisch of een webinar, een online overleg vanuit Europe Active met alle nationale federaties, inclusief NL Actief. Dus NL Actief heeft heel veel gebruik gemaakt ook van de informatie die vanuit Europe Active naar de nationale associations gestuurd is. En er is ook een soort template van een protocol gemaakt wat de meeste landen overgenomen hebben. Dus er is heel veel internationale samenwerking en overleg in deze. En daarom behartig je ook mensen om zeker zich bij NL Actief aan te sluiten en vooral inderdaad goed te luisteren naar wat hun doen. Absoluut. Kijk, Europe Active moet je zien als de UEFA van de fitness. Europe Active is niet actief in enig land. Europe Active doet alleen maar lobbying in Brussel bij de EU voor de fitness en krijgt daar subsidie om projecten te doen en onderzoek te doen. Maar Europe Active is niet actief in Nederland of in Duitsland of in Engeland. Dat doen de nationale associations. En die zijn aangesloten bij Europe Active, net zoals de KNVB aangesloten is bij de UEFA. Zo moet je het een beetje zien. Dus het is een paraplu organisatie voor de branche. En ik kreeg een goede vraag nog binnen van, waarom is er dan zoveel onderzoek dat er eigenlijk nu wordt gedaan? Want we hebben natuurlijk alles onderzoeken nu gezien in je slides. En die waren echt heel verhelderend. Alleen Nederland die wordt eigenlijk amper in meegenomen. Ja, dat zijn vaak onderzoeken die gedaan worden door internationale onderzoeksbureaus. En die kijken dan toch naar de grote landen. Kijk, we denken wel dat we belangrijk zijn als Nederland, maar we zijn maar een klein landje met 17 miljoen inwoners. En als ze dan onderzoek doen in Europa, dan kijken ze naar de 5 grootste landen. En dan kom je bij Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje terecht. En dat zijn dan vaak de landen die wel onderzocht worden. Maar dat McKinsey-onderzoek overigens, dat is voor iedereen toegankelijk, waar ik die slides van heb laten zien. Dat kun je zo online opvragen. En als iemand daar belangstelling voor heeft, kan ik die link daar wel voor doorgeven. Daar zit heel veel, er zitten 16 slides in over Nederland. Over alles wat met corona en digital te maken heeft. Maar er zitten een paar slides bij die over fitness, op fitness betrekking hebben. Ja, ik zie dat heel vaak. Ja, ik graag de link van McKinsey erbij. Dus laten we die er achteraf nog inplakken. En dan kan iedereen tijdens de presentatie inderdaad nog naar die link toe. Om eigenlijk die meer inzichten te krijgen. Ja. Er was ook nog een andere vraag, Herman. Het ging meer over die at-home workouts. Of veel mensen die hebben afgelopen tijd aan home workouts gedaan. Veel mensen die buitensporten. Dan was eigenlijk ook de vraag van, ja, wat zie je dan eigenlijk dat dadelijk mensen minder naar de club gaan komen? Of hoe zie jij dat verband of de toekomst hierin? Toen ik nu, wat is het, 25 jaar geleden in de fitnessbranche begon, bij Life Fitness, was er een consumentenafdeling, dus home fitness, en een afdeling commercial apparatuur. En er is toen, en met name in Amerika, was natuurlijk home fitness al heel groot. En het bleek uit onderzoek dat de mensen die thuis een fiets of een loopband hadden staan, meer trouw lid waren bij een fitnessclub. Het is vaak een ondersteuning van de activiteit. Als het regent, als het sneeuwt, ik kan niet naar de club, dan doe ik thuis mijn fitness. Dus het misverstand dat thuis fitness een concurrent zou zijn voor de club is absoluut niet waar. Het tegendeel is waar. Dat de meest loyale leden van fitnessclubs zijn mensen die vaak ook thuis aan fitness doen. Dus ik kan daar onderzoeken, een kast met onderzoeken over openhalen dat dit een misverstand is. Ja. Oké, dat is duidelijk. Precies. En Herman, er kwam nog een vraag binnen van hoe zie je de Nederlandse fitnessbranche later? Want je had net al over een kleine speculatie over 10% faillissement in Duitsland. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, hè? Maar denk je dat wij er dan misschien beter uitkomen? Of denk je, ja, zijn we meer levensvatbaar?
Ik denk dat, ik weet dat niet. Ik heb ook niet een kristallenbol dat ik de toekomst kan voorspellen. Maar wat wel belangrijk verschil tussen Nederland en Duitsland is, dat de ketens in Duitsland minder groot zijn en minder belangrijk zijn. Je hebt nog heel veel zelfstandige clubs in Duitsland. Dus zelfstandige clubs, ondernemers. Van die 8000 clubs in Duitsland is maar iets van 40% zijn ketens. En 60% zijn zelfstandige club-eigenaren. In Nederland is die verhouding heel anders. Ik denk dat in Nederland, als je kijkt naar het aantal leden, dat de ketens meer dan 50% van de markt hebben, misschien wel 60% van de markt, en zelfstandige club-eigenaren wat minder. Ik weet niet of de clubs, zelfstandige clubs, meer recessiebestendig zijn dan de ketens. Ook de ketens hebben soms hun problemen. Ik kan dat niet voorspellen, maar het is wel zeker, als je kijkt naar de toegenomen kosten, 3 maanden zullen we waarschijnlijk dicht zijn. Kijk, het is niet een gigantisch probleem. We hebben goede hulp gehad in Nederland van de overheid. Ik denk dat dat een belangrijke reden is ook dat in Nederland waarschijnlijk minder casualties zullen zijn dan in Duitsland, waar de overheid minder sterk geholpen heeft voor de zelfstandige ondernemers. Ik heb gisteren Ronald Wouters voor de NOS Nieuws horen zeggen dat die 30% of 40%, als het 1 september wordt, gaat 30% of 40% van de clubs zullen het niet overleven. Ik denk dat dat ook een uitspraak is om de, laten we zeggen, de publieke opinie en de politieke opinie wat te beïnvloeden. Ik denk dat dat een wat gechargeerde inschatting is. Maar er zullen clubs omvallen en er zullen clubs niet opengaan. Dat zal zeker zijn, maar ik kan niet voorspellen. Ik denk dat die 10% misschien niet zo'n heel onrealistische, en dat zou in de Nederlandse situatie toch wel een 100, 200 clubs betekenen. Maar laten we hopen dat het niet zo is. Ja, precies. Ja. We hebben nog één laatste vraag, Herman. Je gaf aan dat digitalisatie echt wel een blijver is. In hoeverre zie je dat? Hoe zie jij daar die ontwikkeling in, ook op dit moment en ook in de toekomst? Ja, zelfs voor mensen zoals ik, die niet tot de jongste generation Z of Y behoren, zijn digitaal geworden. Mijn moeder van 92, die zit te appen, die zit naar mij met de iPad te communiceren, foto's door te sturen. Ik denk dat het gewoon digital, en dat is een groot woord natuurlijk, maar is zo in de samenleving geïnfiltreerd en een deel van de samenleving, en een deel van iedereen in het dagelijks leven, dat fitness daar geen uitzondering op is. Ik noem dat dan omni-channel. Als je succesvol wil zijn in de fitnessbranche, dan zul je een sterke online presence moeten hebben en een goede app moeten hebben waar jouw klanten constant mee werken. En je zult een goede brick-and-mortar club moeten hebben waar de mensen graag naartoe komen. Dus je zult beide moeten doen, zowel offline, zoals dat dan nu genoemd wordt, offline, hè, de fysieke club, en de online presence, dat is je digitale offering. Precies. Dus ik geloof dat alleen maar, je kan alleen maar succesvol zijn in de toekomst als je beide doet. Je moet beide doen, offline en online, daar moet je sterk in zijn. Helder. Ik kan een hele mooie. Super bedankt, Herman. Ja, ja. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn, Herman. Bedankt ook dat jij eigenlijk een soort van onze voice bent in Brussel. Ik denk dat heel veel ondernemers hier heel erg blij mee zijn. We doen ons best. Zeker, zeker. Blijf nog lekker zitten. Ja. Misschien straks nog hele leuke vragen voor Robin. Want wij gaan eigenlijk de eerste en eigenlijk volgens mij ook de enige echte buitengym in heel Nederland. Ja, en dat sluit natuurlijk eigenlijk precies goed aan in de tijd waar we zitten. Welkom, Robin. Ja, dankjewel. Allereerst wil ik even Virtual ook bedanken voor deze mogelijkheid. En ik vind het ook een geweldig concept dat jullie gewoon zo iedereen een bepaalde communicatie hiermee geven. Vind ik echt supergoed. Dat je daardoor toch ook een soort van, dat iedereen bij elkaar komt. Vind ik echt gaaf. Dat allereerst. Heel kort even, mijn naam is Robin Bruinsma. Hiernaast mij zit mijn moeder Hinke Wierda. En rechts van mij zit mijn broertje Leroy Bruinsma. 5 jaar geleden zijn Leroy en ik samen E-Plot Fitness begonnen. Eigenlijk gewoon een multifunctionele outdoor fitness center. Op een vaste locatie. Alles wat de sportschool binnen doet, dat doen wij buiten. En dit hebben we ook een beetje in samenwerking met mijn moeders sportschool gedaan. Daar haak ik straks nog even wat meer op in. In die 5 jaar zijn we heel veel ups en downs. Heel veel avonturen, laat ik het zo maar noemen, beleefd. En die wou ik graag ook met jullie delen. Ook omdat ik zie, er zijn mensen die het nu als noodoplossing doen.
Maar ik hoor ook wel reacties vanuit mijn agentschap dat mensen ook kijken naar een permanente oplossing of een lange termijn. En daar wil ik eigenlijk een beetje op inhaken. Dus de volgende onderwerpen, mag ik volgende slide? Dan, die ik wil doen is even kort de introductie, een beetje iets meer vertellen over wie wij zijn en hoe het is ontstaan. Dan haak ik even in op de strategie, want we hebben wel een bepaalde strategie gedaan, waardoor dit wat ook echt succesvol kon worden. En daar wil ik even op inhaken, omdat ik denk dat dit ook kan helpen voor andere sportschoolhouders, om dit ook op deze manier toe te passen. Dan vertel ik even iets meer over ePlof Fitness, gewoon van wat wij doen, hoe wij het doen. Daarna ook over het verschil tussen een buitensportschool en een binnensportschool, want er komt nog wel wat bij kijken. Je hoorde het net al met het geluid, nou dat zijn van die kleine dingetjes, zo zijn er tientallen. Daarna haak ik ook even in op de coronatijdperk, want dat heeft zowel invloed gehad op mijn moedersportschool, als dat het op onszelf had. En ik wil daar even met jullie de tijdlijn doornemen van hoe wij daarmee zijn omgegaan, wat wij ervan vinden en hoe wij ook de toekomst zien. En uiteindelijk wil ik ook even eindigen nog met mijn franchise concept. Wij zijn nu 5 jaar bezig en, dit jaar rollen we de eerste franchise modules ook al uit. Dus daar wil ik ook even op inhaken. En uiteindelijk heb ik nog even 8 tips voor outdoor en corona. Het is een beetje gemengd. Het is een raar tijd. Maar daar wil ik nog even op inhaken. Ja, mag volgens mij. Nou, dus wie zijn wij? Nou, misschien voor meerdere sportschoolhouders komt het bekend. Maar ook wij komen echt uit een sportschoolfamilie. Mijn moeder heeft al meer dan 25 jaar een sportschool. Gefocust op groepslessen, community building en freestylen. Nou, Lira en ik waren zelf beide 14 en toen stonden we al voor de groep. Dus we werden snel in diepe gegooid. En die passie is eigenlijk gewoon met de jaren mee alleen maar meer gegroeid. En het grote voordeel is dat wij heel veel ruimte kregen in creativiteit. En toen was het 5 jaar geleden, toen mochten wij op onze eigen sportschool, of van mijn moeder dan, mochten wij het dak nog op. Toen dachten we, weet je wat, we doen het zonder het plafond. En dan doen we een soort van buitensportschool op het dak. Nou, dat was een super gaaf idee. Alleen de buren waren niet zo blij mee met het idee. Dus dat werd uiteindelijk gecanceld. Maar toen was wel het idee blijven hangen om een buitensportschool te doen. Dus toen zijn we eigenlijk verder op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. En vanuit daar hebben we alles doorgedacht. En dat is ongeveer 5 jaar geleden. En zo hebben wij dus ePlof Fitness begonnen. Eigenlijk alles wat de sportschool binnen doet en dat buiten. Maar ook allemaal in groepslesvorm. Ja, vond het fijn. Waar ik dan als allereerste even op wil inhaken. En dit is iets wat misschien ook een handig kan zijn voor sportschoolhouders die over nadenken om in de toekomst dit ook door te pakken. Is de strategie. Mijn moeder heeft natuurlijk een bepaalde identiteit opgebouwd over de jaren heen. Ik bedoel, dat gebeurt als je 25 jaar hebt. Dus we dachten, hoe gaan we ervoor zorgen dat we wel nieuwe targetgroups kunnen aanspreken? Toen hebben we ervoor gekozen om het ook echt werkelijk op te splitsen vanuit de buitenwereld. Dus voor de buitenwereld was het Keep Fit, die volledig op indoor was gefocust, en groepslessen en fitness. En ePlof Fitness kreeg zijn eigen identiteit en die heeft alles op buitensporten. We hadden ook een bootcampgroep bij mijn moedersportschool. Alleen die, zoals normaal is dat in de winter, hield het al wat op. Die hebben we gewoon volledig overgezet naar ePlof. Zo konden wij een eigen identiteit creëren en een eigen marketingstrategie. Maar het grote voordeel is dat alles intern hetzelfde bleef. Dus hetzelfde ledenadministratiesysteem, dezelfde verzekeringen, abonnementstructuur, waardoor je dus de kosten wel kunt drukken. Dus voor de buitenwereld 2 compleet unieke concepten, die losstaand werken, maar intern hou je het gezamenlijk. Nou, dat liep eigenlijk na een tijdje. We kregen een nieuwe targetgroep, mensen die ook nog niet in de sportschool waren geweest en mensen die dus eerst van binnen naar buiten gingen. En na een tijdje hebben we de samenwerking juist weer versterkt. Dus toen hebben wij daarvoor gekozen. En dit is ook wat ik een advies geef. Heb je het eenmaal losgetrokken van elkaar? Bied daarna de mogelijkheid om combinaties aan te bieden. Doe een samenwerking. Doe een upstelling van je abonnement. Waardoor mensen echt ook alle kanten op kunnen. Het geeft je echt een grote voorsprong op de rest van je conculega's, om zo maar te zeggen. Ja. Ja, en daar bedoel je mee dus de buitensport in combinatie met binnensport? Ja, met binnensport, maar wel dat het als nog steeds 2 externe partijen, maar dat ze wel voor beide kunnen inschrijven als ze bijvoorbeeld een upgrade in hun abonnement doen. Ja. Top. Mag volgens mij zeggen, ja. Dan heb je natuurlijk wat ik heel vaak te horen heb gekregen, is er worden vaak 2 dingen gedacht bij buitensport. En dat is allereerst bootcamp natuurlijk en klim en klauteren in de vorm van obstacle running en survival. Dat zijn 2 onderdelen die vaak over na wordt gedacht.
Maar voor ons, wat ons ook echt krachtig maakte, waren eigenlijk onze andere twee lessen. En dat is de, nou, die zal wel voor meerdere mensen bekend zijn, ook indoor. En dat is natuurlijk de HIIT-les, High Intensity Interval Training. Waar wij kiezen, dat wij altijd met de meest unieke materialen werken, die nog maar net op de markt zijn voor zowel indoor als outdoor. En dat we iedere keer een complete nieuwe lesstructuur opbouwen, waardoor mensen iedere keer eigenlijk weer een soort van wakker worden geduwd. Daarna hebben wij eigenlijk voor gezorgd dat vrije fitness ook een mogelijkheid hadden. Dus wij hebben, alles is bij ons, by the way, onder begeleiding. Maar hebben wij eigenlijk het vrije fitness naar een spierspecifieke powertraining gemaakt. Met helemaal een opbouw qua techniek en kracht. Hier zorgde je ervoor dat mensen die al ervaring hadden in de fitness heel snel zichzelf konden opbouwen. Maar dat nieuwe mensen ook echt de technieken goed leerden. Maar het complete pakket zorgde ervoor dat mensen ook bij ons bleven. Wij hebben een retentielevel van 98%, dus bij ons gemiddeld. Dus er gaat bijna niemand weg. Echt heel knap. Ja, dus mensen gaan bijna, mensen maken zelf de combinaties. Dus we hebben mensen die survival combineren met kracht, omdat ze dan hun gripkracht beter kunnen doen. Die conditie doen, of die gewoon het funstuk van de bootcamp graag bij willen hebben. Op die manier hebben wij het complete trainingspakket en wisten we dat ook constant door met nieuwe oefeningen. Ja, maar volgende slide. Dan het tweede wat heel vaak gedacht wordt, is natuurlijk buitensporten is vooral voor de zomer en de lente. Dat merk je nu ook al, iedereen begint weer zo'n flow te krijgen. Maar ik kan je vertellen dat onze lessen zitten nog het meeste vol in de winter. En dat denk ik van, hoe kan dat? Nou, dat komt omdat wij hebben ervoor gekozen, we hebben een vaste locatie. En wij zijn altijd open. Maakt niet uit hoe groot de groep zijn. Of wat voor weer het is, wij zullen er altijd staan. Waardoor wij de zekerheid werden voor onze klanten en ook echt iets konden opbouwen. Vanuit hier merkten we dus dat mensen het ook lekker vonden om alle seizoenen mee te maken in de sport. Alles staat klaar en mensen kunnen gewoon gelijk lekker losgaan. Mag de volgende slide? Maar dit zijn eigenlijk maar twee onderdelen van eigenlijk de zes pilaren, zal ik het zo maar noemen, die heel belangrijk zijn. Want we hebben 5 jaar geleden was dit er eigenlijk nog niet. Niet op deze manier dat alles gecombineerd kon, van zowel obstacle tot kracht. Dus er waren natuurlijk heel veel dingen die we, onbekend is onbemind, om zo maar te zeggen. Dus we moesten heel veel dingen ook nieuw aanleren. Veel avonturen, veel dingen die wij ook niet, nog niet tegen waren gekomen. Dat hebben we 5 jaar lang allemaal gedocumenteerd, opgenomen, opgeschreven, handleidingen voor geschreven. Dus dan praat ik over community building. Hoe zorg je ervoor dat mensen constant weer terug willen komen en echt zich ergens bij horen voelen? Daarnaast een ander soort type marketingstrategie. Traditionele marketing werkt tot een zekere hoogte, maar moet zeker worden aangevuld op andere manieren. Retentie behoud, door de bepaalde structuren aan te bieden. Zoals net ik al zei, konden wij al heel snel een retentie van 98% aanhouden. En dan heb ik opleiding. Ja, opleiding is zowel voor instructeurs, komt er wel iets bij kijken als je outdoor gaat, maar ook voor de klanten zelf. Je moet ze toch een soort van met de hand vasthouden om een bepaalde flow te komen. En dat hebben wij allemaal genoteerd en gearchiveerd. Nou ja, onderhoud spreekt voor zich. Er zit toch wel echt een verschil tussen indoor materiaal en outdoor materiaal en hoe je daarmee moet omgaan. En ja, en last but not least is natuurlijk wetgeving. En dat begint eigenlijk op het moment dat je het idee hebt om iets permanent neer te zetten. Er komt echt wel dingen bij kijken. Wat je net ook zei, geluidsdingen. Dat is ook wel mooi. Wij hebben heel veel soorten boxen getest. Want heel veel boxen zijn ingesteld voor indoor. En wij hebben een speciale outdoor box. En dat heeft met decibelfrequentie te maken. Deze 7 pilaren hebben wij constant zitten doorontwikkelen, waardoor wij uiteindelijk steeds meer een vast groen, maar wel de volgende slide doen. Waardoor wij constant onze groepen sterk konden houden, een community konden bouwen en werden we ook steeds groter. En dit is eigenlijk wat we door hebben uitgewerkt. En eigenlijk na 1 jaar, mag de volgende slide. Eigenlijk na 1 jaar hadden we al heel snel door dat dit ook een aanvulling kan zijn voor andere sportscholen. Doordat als je het goed apart en extern behandelt, kan dit een perfecte aanvulling zijn. Zeker als je de eerste bent in jouw plaats of in jouw regio. We waren dus daarom ook al met de eerste 6 locaties bezig. Zelfs een universiteit had interesse om dit ook uit te rollen. En vanuit daar wouden we het ook, zou eigenlijk al eind dit jaar zal het al doorgaan. Maar ja, ook bij ons had natuurlijk de corona een impact. Mag ik een volgende slide? En daar wil ik ook even op inhaken. Want ja, ook wij zaten als gezin thuis, handen in het haar toen, en eigenlijk ook wel tranen in de ogen toen Rutte aangaf dat zowel outdoor en indoor alles dicht moest. Ja, je denkt dan, wat nu? Het was wel echt een impact in 1 keer. Dus je core business van alles valt in 1 keer weg.
Nou, toen hebben we eigenlijk vanuit daar heel snel geschakeld met iedere datum. En ik wil eigenlijk ook met jullie alle datums die zijn geweest even doornemen. Om te laten zien hoe wij daarmee om zijn gegaan. Allereerst natuurlijk wil ik met 6 mei beginnen. Kun je de volgende slide doen? Ja, 15 maart. Nou, dat was natuurlijk de datum dat Rutte zei van alles moest dicht. We zaten natuurlijk eerst van ja, en nu? En hierbij wil ik allereerst ook bedanken. Ben ik blij hoe, als je op een goede manier met Virtua werkt, hoe makkelijk je met mensen kunt communiceren. Wij hebben toen eigenlijk binnen een dag gekozen om een complete streamingplatform die losstaat, die mensen een beetje een onbekende streamingsplatform te werken, waardoor mensen zowel anoniem kunnen sporten, waardoor je met een steady stream, maar waar ze ook snel kunnen communiceren. En de kracht die wij ook met Virtua, onder andere Virtua in onze WhatsApp konden doen, is dat wij constant transparantie hebben uitgetoond. We hebben binnen een dag al onze lessen van normaal naar online kunnen doorzetten. Dus dat hebben we ook kunnen aanpassen in het lessenstructuur. Wij deden al met aanmelden van mensen. Dat heeft ons ontzettend gesteund. Iedereen wist ook al wat ze moesten doen. Alleen nu moesten ze thuis doen. Dat was voor ons wel een beetje een uitdaging. Want ja, hoe ga je van een buitensportschool dat mensen in hun woonkamer gingen sporten? Verbazingwekkend gingen heel veel mensen ook naar buiten. Dus dat was wel leuk. Je ziet de bierkratjes werden goed gebruikt. Ja, nee, we waren zelfs op wat was het? NL Nieuws kwamen we nog even een stukje. Hart van Nederland bedoel ik, kwamen we onze clip hoe wij die bierkratbarbel hadden gemaakt. En ook vaak door de regionale kranten werden we benaderd. En eigenlijk de eerste week had ik in mijn les op zondag had ik 60 man die met mij meesporten. En waren wij ook echt een beetje de stok achter de deur. Ik haak hier straks nog even wat op in, want hier heb ik ook nog een paar tips voor. Hoe je dat ook nu straks in de toekomst door kunt zetten. Want ik geloof ook dat hier veel meer nog uit te halen is. Ook als het corona gebeuren voorbij is. Ja, mag je de volgende slide? Nou, toen kwam eigenlijk 22 april. En zoals jullie allemaal wel weten, was eigenlijk van tevoren al een beetje gelekt. Wat er zou gebeuren vanuit OMT. Het was een beetje om ons tenminste wat oké te laten voelen. Weet je wel, dat het nieuws niet zo hard aankwam. Maar wat hier ook de leerlessen is, wat wij hebben gedaan, wij hadden eigenlijk alle scenario's uitgewerkt voordat het nieuws kwam. Dus wij wisten eigenlijk al dat dus inderdaad alles outdoor weer mocht voor jeugd, want dat was toen gelekt. Toen hadden wij voordat Rutte dat had gezegd, alles al klaargemaakt. Alles 1,5 meter outdoor gezet, de lessen. En toen hebben we direct het ook gedacht, weet je wat, als dit de eerste stap is, dat 12 tot en met 18 outdoor mag, maar wel met een 1,5 meter structuur, dan zal dat ook de volgende stap worden voor de overige sportscholen. Dus toen hebben we dit ook gelijk gebruikt als testcase voor als indien we straks helemaal open mochten. Dus alles ook al ready gemaakt. Wij zelf hebben niet heel veel jeugdlessen, maar we hebben alles van mijn moedersportschool diezelfde week nog overgezet. Alle jeugdlessen. En daardoor konden we alles ook gelijk goed testen. Naar de volgende slide. Nou, toen kwam natuurlijk 6 mei. Nou, dat was bij ons thuis wel een beetje gemixt. In de zin van, mijn broertje en ik waren natuurlijk super blij. Alles mocht in één keer weer door van onze les. We hadden natuurlijk de protocollen klaarstaan. Maar ja, voor mijn moeder was dit natuurlijk wel heftig. Want je werkt al meer dan 25 jaar in je sportschool. Je bouwt iets op, je bouwt een community. Je wil gewoon je eigen lessen, je eigen toko doen. En dat begrijpen we ook voorkomen. En ik werk met heel veel sportscholen samen vanuit mijn agentschap. En dat raakt mij wel hoe het sommige mensen hun passie niet kunnen doen. Hoe dat hun eigenlijk wordt ontnomen. Wat ik wel als tip wil geven, zorg dat je een handyman hebt zoals die man met dat blauwe shirt en die krijtding. Dat mijn vader. Wij hebben vanuit onze voetbalvereniging hebben wij de krijtmachine geleend. Zodat wij ook de overige terreinen compleet konden inrichten voor het 1,5 meter beleid. Ook hier weer vanuit Virtua hebben wij binnen een eerste week 70% van alle Keep Fit lessen naar buiten kunnen doen. En alle IPLOF lessen. En ook constant transparant in kunnen communiceren. De tweede week zaten we op volledig 100% dat alles naar buiten was. En dat is eigenlijk wel de kracht. En dat we ook nogmaals wel zeggen, communiceer alles met elkaar. Wij hadden in deze 3 maanden vanuit IPLOF 0 opzeggingen. En vanuit Keep Fit onder de 10. In dat opzicht. Dat was omdat wij constant alles gingen communiceren en we bleven ook doorzetten. En eigenlijk wat wij wel leren in deze 2 weken, en wat wij ook als reactie kregen, en dat sluit ook wel een beetje aan op dat van Herman, maar gewoon de volgende slide, is het volgende. En dat zijn eigenlijk de 3 punten, een soort van driehoek. In de zin van, wij merken dat een bepaalde groep die nog niet in aanraking was gekomen met outdoor, die wel al aangeeft, ik wil dit graag of gewoon vast blijven doen,
of de combinatie. Dat ook al straks alles rustiger is. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een groep die eigenlijk al zegt, ja, het is wel lekker, maar geef mij maar gewoon in mijn sportschool naar binnen. Dat is een stuk indoor. En als laatste merken wij ook een groep, en dat is een tweesplitsing, waarvan één zegt, voor mijn eigen gezondheid durf ik nog niet in de groepslessen te trainen. Dus ik waardeer heel erg dat jullie nog steeds online lessen aanbieden. Maar we merken ook een groep die gewoon bijvoorbeeld doordat ze druk zijn, of met werk of wat dan ook, het heel fijn vinden dat ze soms ook hun eigen lessen online terug kunnen doen met hun eigen instructeur. Deze driehoek denk ik dat niet alleen een noodoplossing, maar ook de toekomst zal zijn voor sportscholen. Nou ja, qua indoor zit ik denk ik nu tegen mensen te praten die nog langer in de business zitten dan ikzelf. Dus daar hoef ik niet heel veel op in te haken. Online denk ik dat virtual je daar ook ontzettend mee kan helpen. En neem ook zeker advies aan van bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Want dat is gewoon een hele krachtige core, om zo maar te zeggen. En als laatste qua outdoor willen wij eigenlijk heel graag helpen. Wij hebben al die 5 jaar, en dit is vooral voor mensen die denken, ik wil het niet als noodoplossing, maar ik wil straks permanent iets kunnen aanbieden. Mag ik volgens mij? Want hierbij kom ik weer op terug. Als jij iets, het verschil tussen een tijdelijke oplossing en ook hoe de gemeente met je omgaat, als dat je iets permanent wil neerzetten. En eigenlijk alles wat wij dus de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, hebben wij dus gedocumenteerd, opgeschreven. Hoe bouw je community outdoor? Wat is je marketingstrategie in iedere stapsgewijs van ieder jaar? Hoe behoud je nou die retentielevel? Opleidingen. We hebben complete handleidingen en opleidingen uitgewerkt voor zowel nieuwe leden als voor personeel. We hebben alle trainingen gefilmd en geëdit. We hebben een onderhoudsstructuur gemaakt voor nieuwe materiaal en een materiaal wat duurzaam moet blijven. En daarnaast hebben wij een hele handleiding gemaakt als stappenplan voor wetgeving waar je allemaal rekening mee moet houden. Maar volgende. Dit heb ik eigenlijk dit kun je in 3 dingen zien. Ik ben zelf daarnaast ook werk ik als agent voor indoor en outdoor materiaal. Wij hebben dit kunnen samensmelten in 3 onderdelen, waarvan equipment die overal getest is, waardoor je zeker weet dat je het beste materiaal hebt voor outdoor, ook voor lange termijn, die ook werkt voor de groep. Daarnaast hebben wij dus meerdere franchise modellen gemaakt, afhankelijk van hoe zelfstandig sportscholen aan de slag willen. Waarbij wij met ook bijvoorbeeld een e-plof franchise kunnen doen, dat wij echt met jullie meegroeien en alles constant in adviseren. En daarnaast hebben wij eigenlijk een trainingspakket gemaakt, waar wij eigenlijk een soort van les mails voor outdoor zijn, voor ook toegankelijke prijzen, zodat je in 1 keer ook klaar bent. Want dat merkten wij zelf ook wel. Het is lekker als dingen al klaar zijn. Want dan hoef je daar tenminste niet op te focussen. Nou, al dit hebben we... Mag ik de volgende klikken? Al dit hebben we eigenlijk... Dit is ook een beetje onze eigen locatie. Maar dan, hoe we het liefst zouden willen hebben. Eigenlijk de droom. Na 5 jaar allemaal struggelen, is dit eruit gekomen. Mag ik op play drukken? Doe ik me op spatie misschien? Nee. Ja, dat wordt denk ik lastiger. Maar ja, oké. Dan waarvan wij bijvoorbeeld vloeren hebben ontwikkeld die met een speciale dikte, waardoor ze wel de anti-slip houden, maar ook gewoon heel intensief gebruikt kunnen worden. Dus dat je niet gaat uitglijden, maar wel met een goede drainage. Een deployment box met de partij die als allereerste dit had ontwikkeld en die nu helemaal doorontwikkeld is met het materiaal erin. Waarbij je zowel small group training kan doen als groepen van 30 tot 40 man. Ik bedoel, wij draaien onze hitles voordat dit gebeurde met 36 mensen. En een complete survival obstakelbaan die modulair opgebouwd kan worden, in de zin van dat je, hoe groter je wordt, hoe meer segmenten je kan toevoegen. En dat zelfs met de basismodule je zowel de experts als beginners kunt behandelen. Al dit al hebben we eigenlijk een compleet concept gezet. Dit is voor mensen die zeggen, ik wil helemaal het loskoppelen, ik wil een extra sportschool openen, dan is dit zoiets als dit perfect daarvoor. Maar ook daarnaast, ik wil, mag ik de volgende slide? En dan eentje volgende. Ja, daarnaast wil ik eigenlijk ook aangeven, ook voor mensen die nu kijken, neem contact met mij op, ook als je gewoon advies wil. Als zou je even willen sparren, ik vind dat in deze tijd moeten we elkaar ook kunnen steunen. Maakt niet uit, is het voor een tijdelijke oplossing, heb je vragen of heb je vragen over een permanent iets, of denk je, ik wil een samenwerking met de jongens aangaan, dat is geen enkel probleem. Neem contact met mij op. Ook mijn informatie is op die website te vinden, ook over wat ik allemaal extra aanbied. Maar wat ik zei, in deze tijd wil ik graag dat we elkaar kunnen steunen. Dus ik ook gewoon onbetaald wil ik je gewoon wil ik adviseren. Dus je mag met mij bellen,
videocall en ik wil ook wel langskomen om je locatie te zien wat de mogelijkheden zijn. Wij samen ook wel. En op die manier wat. Dan had ik nog even 8 tips. Dus nee, terug. Dit is voor zowel de coronaperiode als voor de eigenlijk voor outdoor. En als de allereerste is, wees transparant. Wij merkten eigenlijk dat iedere keer als er een persbericht kwam, gingen wij op al onze kanalen dit communiceren. Via onze WhatsApp, maar ook via onze social media. Wat ik vaak ook hoor is dat mensen denken, ja, ik zet het op de mail en ik doe het via mijn social media. Als jij een bericht niet boost, bereikt die maar 4% als je een ongesponsord bericht. Dat betekent dat 4% van je mensen ook maar werkelijk weten wat je doet. Ook al heb je misschien veel meer gecommuniceerd. Dan kom ik eigenlijk bij tip 2. Gebruik meerdere communicatiekanalen. Focus niet op één, maar zorg dat je op zo ontzettend veel verschillende kanalen bereikbaar bent. Zodat mensen ook snel met je kunnen reageren. Dan eigenlijk 3 sluit een beetje aan op wat Herman ook zei. Dat je geeft niet alles gratis weg. Maak het of een exclusief iets of laat het voor betalen. Wij werken nu met vanuit Vimeo, met een app, dat er een code vastzit aan al onze lessen. Wij hebben 180 lessen nu gefilmd en geëdit voor online streaming. Maar die kunnen onze leden alleen bereiken met een speciale code. Dit hebben we met opzet gedaan, zodat ze ook echt zien het is puur voor ons. Dan de volgende tip is, grijp deze kans aan om meer in te sturen in groepslesvormen. En dan doe ik meer mee, zorg dat je meer registratie krijgt. Ook voor de vrije fitness. Je kunt er bepaalde lessen misschien als groepsles maken, maar zorg dat je nog meer in kaart brengt. Want dan kun je ook compleet analyseren van wat doen jouw leden op dit moment. Creëer ook meer community. Kun je ook meer zien wanneer mensen wel of niet aanwezig zijn. En tip 5 sluit een beetje aan op het coronastuk. Maak meerdere scenario's. Ga van de worst case scenario uit. Werk die helemaal uit. En ga daarna gewoon alles wat daarna meer komt, dat is positief. En ga vanuit, en dat is tip 7. Sorry, ga voor tip 6. Ga voor een permanente oplossing. Kijk niet te veel in nood. Maar zorg nu al te kijken. Je hebt nu opeens een targetgroep gehad die in één keer heeft kunnen proeven van bepaalde onderdelen. Zowel online als outdoor. Denk nu al na voor wat je in de toekomst daarmee wil gaan doen. En ik ben echt overtuigd. Degene die die driehoek in zijn regio als allereerst het beste neerzet, heeft een ontzettend grote voorsprong op zijn conculega's, laat ik het zo maar zeggen. En als 7e tip, dit is iets wat wij aanhouden, ook bij IPLOFT, zowel bij IPLOFT als KeepFit. Kom constant met nieuwe dingen qua equipment, maar ook qua trainingen. Blijf ze verrassen. Steun ze dat ze je in deze tijd hebben gesteund. Ook straks als je weer open gaat, met compleet nieuwe dingen. Iedere week weer, als zou het iets kleins zijn, laat en spreek het ook uit. Niet dat het vanzelfsprekend is, maar communiceer wat je allemaal nog met ze van plan bent. Dat vinden klanten echt bij ons super interessant. Sorry, ik zie allemaal chats. Ik ben zieke ADHD, dus ik ben dan eventjes... En de laatste inderdaad, ga niet over één nacht ijs beslissingen nemen over outdoor materiaal. Ik begrijp ook heel veel sportschoolhouders die denken, ik moet naar buiten. Ik moet gewoon mijn lessen doorzetten. En dat begrijp ik volkomen. Maar ga straks ook kijken voor 2021 op 2 manieren dat je een verschil kan maken, maar ook dat je klaar bent voor die second wave als die komt. Wat ook Herman net zei, er zullen waarschijnlijk meer de pandemie focussen. Hoe meer jij een driehoek hebt voor online, outdoor en indoor, hoe beter je daarop voorbereid bent. Ja, dat, over één nacht ijs beslissingen nemen, is dat iets Fries? Dat denk ik dan nog niet, ja. Ja. Want ik moet even heel eerlijk eventjes een klein beetje op inhaken, want ik zat dus op jullie site te kijken en toen zag ik bepaalde woorden staan. Toen dacht ik van, maar zitten ze in Duitsland of zitten ze, hoe moet ik dit zien? Ja, nee, dan. Dat geboren is het ook een Friese natuurlijk. Dus, Precies. Leuk. We kregen een positieve berichtjes binnen, Robin, over jouw tips, maar ook je energie waarbij je dit vertelt. Dus super bedankt voor de presentatie in ieder geval. Dus nogmaals, mensen, bericht mij gewoon ook als je gewoon even wil sparren. Ik geloof echt dat we dat in deze tijd elkaar alleen maar moeten steunen en daar wil ik graag bij helpen. En je kunt al mijn informatie ook wel vinden, dat is geen enkel probleem. Dus op die manier wat. Ja, super. Heel gaaf. Nou, we hebben nog eventjes 5 minuutjes voor wat vragen. Sowieso hadden Dre en ik. Ik heb wel in ieder geval een vraag voor je. Heb jij nog een vraag, Dre? Of wil jij beginnen? Of mag ik? Nou, ik had deze. Ik wil heel even hier naartoe gaan, want je had wel even toffe pilaren neergezet. En ik was ook wel wat meer richting
in praktisch. En je gaf aan, je doet opleidingen, onderhoud, wetgeving. Eigenlijk echt gefocust op buitensport natuurlijk. Hè? Dus met je gym buiten. Maar kun je daar misschien wat praktische tips over geven? Denk aan muziek, de opleiding van wat is het verschil tussen binnen en buiten? Waar moeten bijvoorbeeld nu mensen die normaal gesproken een indoor gym hebben op letten? Om uiteindelijk het personeel ook bevoegd buiten les te kunnen laten geven. Heb je daar al nog wat extra praktische tips over? Thanks, Olaf. Maar, zeker. Nou, weet je wat het eerste punt is? Wat wij ook merkten toen wij de switch maakten vanuit binnen naar buiten, was de structuur die je moet aanbouwen in jouw les. Normaal staat eigenlijk alles redelijk klaar. Je doet je muziekbox aan en de haltes liggen klaar. Wij moeten natuurlijk alles opbergen. En mensen, één ding willen, dat kan ik nog vertellen toch? Mensen willen, als ze daar komen, direct gaan sporten. Die willen niet meer hoeven wachten. Dus dat betekent veel meer voorbereiding dan dat je normaliter doet. Dat mensen eventjes in de bar kunnen wachten of wat dan ook. Mensen zijn een tikkeltje ongeduldiger en die willen gewoon erheen gaan, willen rammen en weer klaar. Dus daar schrijf procedures dat jouw instructeurs daar ook klaar voor zijn. Dat die direct alles klaar hebben staan. Dat ze weten, oké, zo ga ik het opbouwen en zo ga ik het ook opruimen. Want ook opruimen, daar komen we wel wat bij kijken. Met schoonmaken en dat soort dingen. Nou, ik zou zeggen, 1 uur lesgeven telt voor 3 uur in totaal dat je bezig bent. dus dat eigenlijk. Dus om uit tip en advies uit te trekken, dan zou je beter gewoon een lange tijd alles neerzetten. Anders is het niet rendabel natuurlijk. En maak een standaard handleiding voor jezelf, voor waar je alles wil hebben staan en ook waar je alles weer opgeruimd wil hebben als je met meerdere instructeurs werkt. Want dat is, mijn broertje is een super... Kijk, ik ben chaos zelf en hij is Mr. Organizer. Dus als ik les heb gegeven, dan is het één grote chaos. Ja, een grote mes. Ja, en als mijn broertje, dan is het net alsof hij in het leven heeft gezeten. Alles tjaka, tjaka, tjaka. Dus dat, en dat proberen we eigenlijk wel zijn route wat meer aan te houden. Ook omdat we natuurlijk met steeds meer personeel gaan werken. Wil je gewoon zo snel mogelijk dingen vinden. En je wil natuurlijk ook je klanten trainen erin, dat ze je helpen met opruimen. Ja, En vorige week kreeg ik ook al best wel veel vragen. Ik weet niet of jij misschien een klein beetje wat verhelderingen kan geven op het gebied van verzekeren. Ja, daar kan mijn moeder iets meer over vertellen. Ja, daar wil ik wel wat over. Je moet meer in de pet luiden. Oh, sorry. Hallo. qua verzekering maakt het voor de rest niet zo gekke veel uit. Want uiteindelijk valt het gewoon onder je eigen verzekering van je bedrijf. Want uiteindelijk ben je gewoon één bedrijf. Alleen je geeft aan dat je gewoon verschillende zalen hebt. En, dus het valt gewoon onder je eigen verzekering van je sportschool. Wat wel heel belangrijk is, is het materiaal waar je mee werkt. Hè. Stel dat je voor een survivalbar gaat, dat je wel voor een goedgekeurd survivalbar gaat of goedgekeurd equipment gaat. Hè, wat je ook kunt aantonen, want dat is natuurlijk vanuit verzekering technisch erg belangrijk dat je met goedgekeurde materialen werkt. Maar anders dan vergoeden ze dat niet, mocht er iets zijn? Of... Ja, dat is net zoals gewoon met je eigen spullen. Ja, moet gewoon goed materiaal moet je werken. Degelijk materiaal wat aantoonbaar gekeurd wordt. Bijvoorbeeld een survivalbaar moet elk jaar gekeurd worden. Ja, precies. Oké. Want jullie leggen dan de losse spullen ook achter slot en grendel? Of? Nou, de survivalbaan die laten we gewoon staan. Nee, wij hebben het geluk dat wij op een terrein zitten wat afgesloten kan zijn. We zitten op een terrein van een tuincentrum. En dat is natuurlijk fantastisch, want er zit een grote hek omheen. En daarnaast al het losse materiaal, net bijvoorbeeld onze soundboxen, maar ook onze dumbbells enzovoort, die hebben wij in de groene container staan. En daar hebben we hangslot op. Wacht even, voor eventjes ontkrachten groene container. We hebben dus, sorry, ja. Ga je even niet op. Ik ga weer, doei! Zo, maar even kort daarover, dat is niet een container. Het voordeel is, dat is een vraag die ik ook vaak kreeg vanuit Noord-Holland. Want ja, in Friesland is alles net wat veiliger met materiaal. Gemoedelijker. Ja, dus je kunt net wat makkelijker. De deployment box, die C-container, is ontwikkeld eigenlijk om daar al je materiaal. Dus er zitten opbergsystemen in binnenin. Dus al je klein materiaal kun je daarin kwijt. Waardoor je dus in principe vanuit daar werkt. Dus op het moment als je les start, ga je gewoon je materialen uit die container halen. Sluit je af, dan kun je s'avonds alsnog gewoon je materialen er weer terug in doen. Dus dat is de container die wij gebruiken, is zowel een functional trainingstool. Waar we de squats en de benchpress en al dat soort dingen op doen. Maar ook een opbergsysteem. Dus dat is ook waarom als je iets meer permanent wil, is dat ook zeker een aanrader om, als zou je het iets kleinschaligs doen, werk met zo'n deployment box, waarbij mensen sowieso het
als herkenningspunt hebben, maar ook waar je gewoon heel makkelijk je lessen kunt organiseren qua opruimen. Oké. Okay. Ik vind het een goede tip. Ik had ook een vraag over, over het geluid. Hè? Je zag het natuurlijk net met die silent disco. Dat is ook wel iets waar analytief nou wat meer op focust natuurlijk. Hè? Want ja, de gemeentes die willen zo graag mogelijk dat mensen toch wel weer wat kunnen gaan doen. Alleen wel onder de juiste omstandigheden. Heb je daar nog tips in? We hadden het over silent disco. Ja, hou rekening met de tijdstippen. Want inderdaad, mensen hebben vaak ook klachten. Maar hoe later op de avond, hoe meer gepikeerd mensen kunnen zijn. Dus wij werken ook bepaalde volumes. Als het echt super laat in de avond is, ons laatste uur, dan doen we juist wat zachter. Zijn het juist het begin van de avond, dan is men ook wat minder gevoelig voor. Wij hebben ook controles gehad met decibelcontrole voordat we dat moesten doen. En kijk welke richting jij je box stuurt. Wij hebben bijvoorbeeld aan de linkerkant hebben wij woonhuizen en aan de rechterkant is een weg. Dus wij zorgen dat het geluidsstructuur zo die kant richting de weg gaat. Waar minder grote kans dat mensen er last van hebben. Dus hou daar rekening mee. En met de wind, want de wind draagt echt het geluid. Dat is een tip die ik ook kan meegeven. Dus je maakt daar ook een plan voor dat als de wind een bepaalde richting op gaat naar bijvoorbeeld de plekken waar mensen last van hebben, zorg dat die box dan omgedraaid die andere kant op ligt. En dat is wel een tip. Ja. Nou, dat zijn hele praktische zaken waar jullie natuurlijk allemaal over nagedacht hebben, waar nu mensen tegenaan lopen. Waar jullie doen waar we 5 jaar lang voor moeten strijden. Ik denk dat het wel goed is, ook al wat je aangeeft, Robin, dat het superleuk dat je je advies en je ervaring van die 5 jaar nu in deze tijd sowieso wilt delen. Dus ik denk dat, mensen daar zeker gebruik van zouden kunnen maken. Dus super. Ik denk dat we nu een beetje richting af moeten, ronding moeten doen. Want we zijn net ooit over tijd, 5 minuutjes te laat. Maar dat is oké. Eigenlijk is iedereen blijven zitten. Even tromgrof, want wie hebben we volgende week te gast, Dre? Volgende week, ik ga nog heel even door de slides. Want daarbij hebben we NL Actief. We hebben namelijk weer Patrick. Patrick Rijnbeek van NL Actief hebben we weer aanwezig. Ik hoop in ieder geval dat we vanavond positief advies krijgen van de OMT. Waarbij we dus eigenlijk op korte termijn open mogen. Dus dat is wel echt iets waar we nou even voor moeten gaan duimen. Ik begreep van Analactief dat het meer neigt naar positief. Maar welke maatregelen en hoe het aangescherpt protocol er precies uit gaat zien, dat horen we dan meteen. Maar daar gaat Patrick jullie volgende week veel meer over vertellen. Volgens mij is het geen persconferentie. Het is puur een soort van overleg waar een advies uitkomt. En dat wordt dan als goed online gezet. Precies, ja. Dus voor degene die nu luistert, het wordt geen persconferentie. Ik hoorde heel veel mensen ook al typen van wanneer is de persconferentie weer. Voorlopig zijn die er als goed is niet meer. Die crisisoverleggen en de persconferenties. Het wordt nu voornamelijk gewoon gecommuniceerd. En ook met de branche. We gaan hem afronden. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Met name natuurlijk even Robin en ik zie dat Herman, die moest waarschijnlijk... Ik kreeg net een appje van Herman. Ja, super bedankt. Alleen ik kon er helaas niet bij de afsluiting bij zijn. Ik heb een andere meeting om 12:30. Ja, ik bel hem daarna. Goed. Hey Robin, heel erg bedankt. Leuk dat je erbij was. En natuurlijk ook je familieleden. Enorm bedankt voor het sharen van jullie experience. En jullie tips en tricks hoe je deze tijd door kan komen. Ik hoop dat jullie het zelf ook leuk vonden. Ja, nee, super interessant. Ja, nee, sowieso. Mooi, helemaal goed. Dre, jij ook weer bedankt, maar ik zie je ondertussen al elke week. Wordt er niet saaier op dat ze... Nee, gelukkig niet. Ja, jij ook bedankt, Mitch. Iedereen bedankt ook. Ook alle luisteraars. Leuk dat jullie ook weer tot het einde zijn gebleven. En super bedankt, Robin. Ik ga dadelijk nog even contact opnemen met Herman. En iedereen weer succes de komende tijd. Blijf gezond, hè? Blijf gezond. Dat is het allerbelangrijkste. Ciao. Fijne dag. Doei.